Reginelle MacDonald is de best speaking student van Suriname. MacDonald won namelijk de 28e editie van het National Speech Contest van GCI Nilom. De 18-jarige Reginelle MacDonald is student op HAVO 3 en nam deel aan het spreekcontest om zijn spreekvaardigheden verder te verbeteren. MacDonald gelooft met dit traject zijn CV te versterken, maar ook de kennis over te kunnen dragen aan anderen. Tijdens zijn spreekbeurt afgelopen zaterdag wist MacDonald in 5 minuten goed in te gaan op het algemeen onderwerp waarden en normen. Voor hem moeten waarden en normen een persoonlijke kompas zijn, omdat ze richting geven voor het leven. Hoe de mens naar mij als persoon toekijkt en hoe ik de mens, mijn medemens dus, met liefde en respect kan behandelen. Maar wat zijn persoonlijke waarden en normen? Als we het hebben over persoonlijke waarden en normen, moeten we het in feite zien als gedragsethieken. De ethieken die mensen gebruiken om een bepaalde gedragsrichtlijn te hebben. Bij mij persoonlijk, ik ben een eerlijk persoon. Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Doordat eerlijkheid mijn waarde is, gaat mijn norm zijn dat ik eerlijk ben naar mijn medemens toe. Liefde. Liefde is ook een van de belangrijke waarden. Door liefde te hebben, behandel je de mens ook met heel veel liefde, zonder bijvoorbeeld uit te maken als een persoon donker van kleur is of wit. Niet op basis van de persoon, ras, kleur, etniciteit, wat vroeger vaker gebeurde. Bij het National Speech Contest werd er een top 5 gekozen. Elke student kreeg verschillende prijzen. De Best Speaking Student 2024, Reginelle MacDonald, kreeg naast de verschillende prijzen een eigendomstrofee en een waardebon. GCI Nilom motiveert jongeren om deel te nemen aan het Nationaal Speech Contest 2025. Het doel van dit evenement is om jongeren en studenten op VOS-niveau de nodige vaardigheden en of skills bij te brengen om over actuele onderwerpen in het openbaar te kunnen spreken.